Hallo, ik sta hier voor mijn sprinterfan die het komende jaar mijn tiny house zal zijn. Dat wil niet zeggen dat het afzien is, want er zit van alles in. Oven, magnetron, koelkast, diepvries, heerlijke bedden. Kom even binnenkijken, dan kun je zien wat ik bedoel. Trap je de hoogte in, dan kom je gelijk in het zitgedeelte. Met een lekker bankje, een tafeltje en op de tafel natuurlijk de kaart van Europa. Ik moet natuurlijk wel zien waar ik het hele jaar zal verblijven. Nou, we kijken gelijk even naar voren toe, de cockpit, het bestuursgedeelte. Natuurlijk mijn hoed voor in warme tijden. En op het dashboard mijn talisman, een pelgrim die onderweg is. Daarnaast een steentje. Een steentje komt uit Finistère. Het nulpunt. Dat wil niet zeggen het einde van de wereld, maar het begin van een nieuw. Het begin van een nieuw jaar. Magnetron. Oventje. En deze wand die komt helemaal met foto's. Van allemaal liefhebbenden die thuis zijn gebleven. Maar ook veel foto's die ik onderweg zal maken. Die komen daar te hangen. Dat het een beetje een kleurrijk geheel wordt. Bovenin natuurlijk diverse kastjes. Kijk, boeken. Ja, moet ook nog aangevuld worden. Want ik denk wat ruimte om je huishoudelijke spullen op te bergen. Bestek, voorraadbussen. En dan kom je gelijk in de slaapkamer. Nou ja, kamer, slaapruimte. Maar wel met een bed van 2 meter. Heerlijk de ruimte. Aan de kop kan het nog de hoogte in, dus ik kan nog lekker zittend lezen in bed. Gordijntjes zijn dicht, want ik kijk toch niet naar achter toe. Aan de zijkant nog een raam wat open kan. Hier aan de onderkant ook weer bergruimte, het houdt niet op. Waar allemaal plastic dozen gevuld kunnen worden die meegaan. Kijk, de wijn staat ook al klaar. Rioja, maar ja, daar moeten we nog naartoe. Het wc'tje dat ook gelijk dienst doet als trapje om in het toch wel hoge bed te komen. 3 pits om te koken en een klein wasbakje. Ja, en dan hier nog een foto afkomstig uit de oude treinen. Oude wijk bij Duurstede, de molen. Om toch eventjes te herinneren waar ik vandaan kom. Paneel om te kijken of de accu's vol zijn en of de solar goed bij laat, nou dat gaat fantastisch. En een beetje om de kachel aan en uit te doen. Ja, en hier de solarpanelen op het dak. 230 watt bij elkaar. Dus genoeg stroom om een tijdje vrij te kunnen staan. Ja, en hier in de hangkast de apparatuur voor de solarpanelen die bovenop het dak zitten. Dat moet toch ergens geplaatst worden. Maar ook weer nu nog lege ligruimte. En hier nog wat hangruimte. Deze ruimte is dus het komende jaar. De ruimte waar ik zal ontspannen en zal werken. Aan de tafel waar ik nu zit zal ik filmpjes monteren. Filmpjes over mensen die ooit zijn vertrokken. Hun droom achterna vanuit Nederland en België. Naar een ander land. Een klein documentairtje over deze mensen waarin ze iets kunnen vertellen waarvoor ze zijn weggegaan. Iets van hun omgeving laten zien. Wil je deze roadtrip door Europa volgen? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dat is youtube.com/waarloopjijwarmvoor. Of op het blog waar ik stukjes op zal schrijven. En het blog, dan ga je naar waarloopjijwarmvoor.nl. Heel eenvoudig, gewoon even doen. En hopelijk zie ik je daar.